ben Richard Ros. Ik ben 46 jaar. En ik werk inmiddels bijna 25 jaar bij de FOMO Vordermark. Ik heb verschillende functies bekleed binnen de FOMO Vordermark. Ik ben begonnen als winkelslager. Daar ben ik uiteindelijk doorgegroeid naar filiaalmanager. Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus uiteindelijk ben ik weer beland in het vlees. Hier in de centrale slagerij in Alkmaar. Mijn functie hier precies binnen het bedrijf is projectmedewerker. Dat houdt eigenlijk in dat alle voorkomende werkzaamheden die hier voorkomen, die pak ik op. Binnen de organisatie zijn verschillende doorgroeimogelijkheden. Er zijn ook verschillende mensen die begonnen zijn als inpakker en uiteindelijk de hele machine bedienen. Wat natuurlijk hartstikke leuk is. Binnen dit bedrijf zijn verschillende functies. Uiteraard de slagers natuurlijk, maar het vlees wat gesneden wordt, moet ook ingepakt worden. Daar hebben we de inpakkers voor. Daarna gaat dan de expeditie, daar verdelen ze al het vlees, zodat de winkels de juiste bestellingen binnenkrijgen. We hebben een eigen worstmakerij waar ervaren worstmakers onze heerlijke zelfgemaakte producten maken. Vanuit de worstmakerij gaat het ook weer naar onze eigen vleeswarensnijerij. En daar worden de pakjes weer gesneden. Wat FOMO voor mij bijzonder maakt is dat het nog een echt familiebedrijf is, waardoor de band met de medewerkers groot is. Daar hecht ik heel veel waarde aan. Alles is bespreekbaar, ook werktijden. Maar vooral het met elkaar het familiebedrijf grootbrengen, dat is mooi.